Hallo, mein Name ist Nina und vandaag gaan we de wisselende ademhaling doen. De wisselende ademhaling brengt jouw lichaam in evenwicht, ontspant je geest, maar maakt jouw geest tegelijkertijd helder en alert. Een goede ademhaling dus om je meditatie te beginnen, of ook als je energie nodig hebt, als je bijvoorbeeld last hebt van een allergie, omdat het ook de sinussen leeg maakt. We gaan vooraan de eigenlijke ademoefening beginnen, de handklem doen, de Vishnu Mudra. Hiervoor klem je je wijsvinger en middenvinger in de handpalm, duim, ringvinger en pink zijn omhoog gericht. Als dit minder makkelijk gaat voor jou, kun je wijsvinger en middenvinger ook op je voorhoofd plaatsen en sluit je met duim en ringvinger straks je neusgaten afwisselend af. Zit zo ontspannen en rechtop mogelijk. Je linkerhand rust op je knie of op je been, in je schoot. Sluit je ogen. Adem rustig doorheen beide neusgaten uit. Sluit dan met jouw rechterduim, rechterneusgat af. Adem links in. Sluit links af, adem rechts uit. Rechts in. Links uit. Links in. Rechts uit. Rechts in. Links uit. En dan maak je even de handklem los. Je hebt misschien nu opgemerkt dat je snuift. Als je deze ademhaling niet gewoon bent, kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je te weinig zuurstof binnenkrijgt en dan net het omgekeerde doet, wat goed zou zijn, of beter zou zijn voor een goede ademhaling, en dat is snuiven. Maar daardoor klapt jouw neusvleugel dicht en krijg je net minder zuurstof binnen. Wat hierbij kan helpen is de visualisatie om aan een bloem te denken, dat je ruikt aan een bloem, want dan blijven de neusvleugels open. Of je combineert met de keelademhaling, de Ujjayi-ademhaling. Als je je kin een klein beetje laat zakken en het kin ook wat intrekt, kunnen dat geruis in de keel makkelijker produceren. Het is een geluid alsof je net in slaap valt. Het wordt ook adem van de oceaan genoemd. En als je doorheen je keel ademt, waardoor je al trager ademt, kun je ook niet snuiven. Dus je kunt je neusvleugels ver open laten. Dus we gaan dat nog eens proberen met de keelademhaling in combinatie of met de visualisatie dat je bijvoorbeeld ruikt aan een bloem. We maken eerst opnieuw de Vishnu Mudra, handklem. Adem eerst uit doorheen beide neusgaten. Sluit rechts af, adem links in. Wissel, adem rechts uit. Rechts in. Links uit. Links in. Rechts uit. Rechts in. Links uit. Links in. Rechts uit. Rechts in. Links uit. Links in. Rechts uit.
rechts in, links uit. Maak van de handklem los, zijn we de rondes in evenwicht afgerond. Laat beide handen op jouw knieën of in je schoot rusten. En voel na, hoe voelt het nu om te ademen, zonder de vraag te beantwoorden. Plaats je de handen voor het lichaam tegen elkaar. Wrijf de handen goed warm. En plaats dan je handen op je ogen. Ontspan je schouders. En open eventueel je ogen. Kijk in de warme handpalmen. Wrijf met de vingertoppen over je oogleden. Strengel de vingers in elkaar, rek nog eens goed uit. En uitademend, laat de armen zakken, knipper langzaam je ogen terug open.